Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Vandaag is bij mij te gast Marianne Thieme, medeoprichter van de Partij voor de Dieren en oud-leider van deze partij. Ze maakt tegenwoordig ook een podcast en ze studeerde af in de theologie. Vandaag gaan we het hebben over de vraag how to get out of this mess. En kan het christendom daarbij inspiratie bieden? Welkom Marianne. Dankjewel. Fijn dat je hier bent. Volgens mij is het je primeur in de nieuwe wereld. Geloof het wel. Laat dat een goed begin zijn. Ja, op weg naar de nieuwe wereld. De nieuwe wereld. En ik heb net een heel rijtje van dingen over je benoemd. Het meeste wat opvalt misschien voor mensen is dat je afgestudeerd bent in de theologie. Ja. Toen ik dat vorig jaar las, dat je theologie was gaan doen of daarin afstudeerde, toen dacht ik van, dan heeft ze misschien een hele transitie doorgemaakt. Hè, van politicus naar theoloog, dat is een hele ongebruikelijke sprong. Heb je een hele zwenking gemaakt? Nee, ik vraag me af of dat dat hij ongebruikelijk is. Ja, ja zeker. Meestal worden dominees later politici. Ja. Maar in dit geval denk ik dat het een logische stap is om nadat ik de politiek heb gebruikt als instrument om de wereld te veranderen en te verbeteren. Ook om bewustwording ten aanzien van dieren, natuur en milieu, om dat wat groter te laten worden, is het voor mij een heel logische stap en ook wel een droom van weleer, van al een tijd geleden, om een spade dieper te gaan, om te kijken naar waarom lukt het ons niet om die mooiere wereld voor elkaar te boksen. Wat houdt ons tegen? Wat zijn nou de drijvende beginselen van deze wereld op basis waarvan wij keuzes maken? En theologie, heel veel mensen denken natuurlijk meteen aan dat dan een studie is naar het woord van God. Dat betekent het ook. En natuurlijk, je doet aan hermeneutiek, je leest de teksten, je gaat kijken wat de betekenis voor het nu is. Maar theologie is ook, en zeker systematische theologie waar ik in af ben gestudeerd, dat heeft ook met filosofie te maken. Gaat ook over normatieve ethische vraagstukken. Over het deconstrueren van wereldbeelden. En daar te kijken van hoe is een wereldbeeld opgebouwd? Wat is het mensbeeld daarbij? Wat is de ontologie erachter? En hoe verhoudt zich dat dan tot het Bijbelse wereldbeeld? En hoe de mens zich daarin beweegt? En wat daar de wereld eigenlijk, waar die naartoe gaat? Ja, dus je ziet die theologiestudie juist in het verlengde van je politieke activiteit. Ja, eigenlijk wel. Want het zijn toch, zeker in de politiek, ik ben de politiek ingegaan omdat ik vond dat er een morele blinde vlek bestaat. Bestond en zeker nog bestaat ten aanzien van hoe wij met dieren omgaan. En dieren worden op allerlei manieren misbruikt, mishandeld, uitgebuit, worden verdinkt. Daar zit een bepaald beeld bij van hoe wij als mensen ons verhouden tot de anderen, in dit geval andere soorten. En waar komt dat beeld vandaan? En die vraag boeide mij steeds meer. Ja, omdat dat is als al de rode weet, lijn. Want bij als je dat weet, en je weet ook hoe het anders kan, of hoe we op een andere manier misschien in verhouding kunnen staan tot het dier, dan is dat ook weer een goede bodem voor verandering. Ik heb zelf altijd die dieren opgevat als een soort de manier waarop we met dieren omgaan en het protest van de Partij voor de Dieren daartegen als een symptoom van ons systeem. Dus we gaan natuurlijk met heel veel dingen slecht om. Met mensen gaan we ook vaak slecht om. Zeker. Maar dus dat de dieren, waarom jullie soms uitgelachen werden in het begin van wie gaat er nou een Partij voor de Dieren doen. Maar dat eigenlijk was als om juist dat symptoom aan te wijzen. Zeker. Het dier is een van de meest zichtbare, het meest zichtbare soort eigenlijk die het totale systeem van een vernietigende economie, waarbij het economische nutsdenken, alles wat echt van waarde is, reduceert tot iets wat van nut moet zijn, waarbij het dier de ultieme
het ultieme nutsfactor is geworden in deze economie. Mm-hmm. De voedselindustrie is een van de grootste in de wereld. En daar worden dieren met miljarden dagelijks op een vreselijke manier behandeld. Mm-hmm. Om uiteindelijk te eindigen onder een cellofaantje als een stuk vlees. Dus dieren zijn zeker een symptoom van een wereld die door de instrumentele reden, waarbij alles een instrument geworden is voor de economie, voor een economisch nut. Daar zijn zij een ultieme vorm van. Maar wij kennen natuurlijk ook al, de mens zelf is al zo geïnstrumentaliseerd dat wij eigenlijk alleen nog maar een homo economicus zijn. En dat wij vooral worden opgeleid om een goed medewerker te worden, om de economie voor te stuwen. Dus zowel een producent als een consument. Ja, dus ook wij zijn eigenlijk in ons mensbeeld, staan wij in een wedstrijd nog ten opzichte van elkaar. We moeten productief zijn, we moeten onze talenten gebruiken. Je hebt winnaars en je hebt verliezers. Dus daar zit ook weer die hele nutsdenken vanuit die instrumentele reden. En zijn we dan geen homo economicus? Want dat klopt toch dat we produceren en consumeren? We kunnen produceren, dus zeker. Maar is dat onze identiteit? Wat is er tekort aan dat beeld? Nou, wat we kennen natuurlijk ook de homo ludens. We zijn ook een spelend soort, net als trouwens de dieren. Mm-hmm. Wij kunnen ook dingen doen die niet meteen voor nut voor onszelf mm-hmm. opleveren. Dat we niet kijken naar alleen maar wat ons ten voordele uitpakt. Maar dat we ook kennen ook altruïsme. We doen soms dingen die heel onlogisch zijn, maar die voortkomen uit een verlangen van verbintenis of liefde of mm-hmm. schoonheid. Mm-hmm. Dus wij zijn denk ik ook een spirituele wezens. Dus ik vind het ontzettend jammer dat wij in dat reductionistische positivisme, waar we in gevangen lijken te zitten, waarbij alles verengd is tot alleen maar materie en dan vooral ook tot nut van iets anders, meestal de economie. Ja, dat is een reductionisme waar ik heel ongelukkig van ben. En volgens mij heel veel mensen. Een heel beperkt mensbeeld, zeg je. Nou heb ik je, kwam ik je weer op het spoor. Doordat je vorig jaar, ik denk dat het al bijna een jaar geleden is, in De Groene een heel mooi essay schreef. Over een boek. Ja, heb hem even meegenomen. En dat schreef je volgens mij ook in je nieuwe hoedanigheid als theoloog. Ja. En terug naar de traditie. Het gaat over een boek van Sarah Rooney. Ja, de titel is wat ongelukkig gekozen. Maar goed. Het boek heet Prachtige Wereld, Waar Ben Je? En dat had de titel moeten zijn. De eerste schrijfster Sally Rooney. Sally Rooney. Sally eerste Rooney. Schrijfster Sally Rooney. Echt een millennial. Ja. Zij heeft dat meegemaakt, hè, van een wereld in Ierland wat sterk agrarisch was. Sterk religieus. Een enorme gemeenschappen mm-hmm. die bij elkaar, soms ook wel verstikkend, naar de Ierse economische tijger die van het neoliberalisme profiteerde volgens velen door een enorme sterke economische groei. Wanneer was dat? En dat was in de jaren 90 kwam mm-hmm. dat natuurlijk helemaal op. Mm-hmm. Het werd het Ierse wonder genoemd en dat viel tijdens de grote economische crisis van begin deze eeuw in 2008 viel dat als een zeepbel uit elkaar. En Ierland heeft daar ook meteen ook de gevolgen van gedragen. Ja. En terwijl Ierland, dat was nog de meest katholieke natie van heel Europa. Dat heeft het langste volgehouden volgens mij. Maar het industrialiseerde uiteindelijk dus ook vrij snel. En werd ook heel snel daarna een dienstensector op poten gezet. Er werden steeds meer hoogopgeleide mensen. En Sally Rooney is daar ook een exponent van. Maar wat je nu dus ziet is dat er een grote teleurstelling is. Ook met name ook bij Ierse jongeren, Sally Rooney voorop. Maar ook in andere meer westers georiënteerde mm-hmm, landen. Mm-hmm. Dat hele neoliberale denken, mm-hmm. dat vooruitgangsgeloof wat daar ook bij zit. Een leugen lijkt te zijn. Of blijkt te zijn. Als je kijkt naar de gevolgen op dit moment voor de aarde. Maar ook voor onszelf. Een burn-out individu en een burnt-out aarde. Dus er is een grote teleurstelling. En dan is zelfs nog ook die vraag van haar. Daarom heet het boek denk ik ook zo. Prachtige wereld, waar ben je? Waarbij er een belofte dus werd gedaan dat die prachtige wereld zou komen. Ja, en de belofte komt voor deze generatie niet uit. Maar waaraan leidt deze generatie dan precies? Aan een grote teleurstelling.
En ook een behoorlijke cynisme van gaat, zijn wij niet, zo staat er ook in het boek, wellicht de laatste generaties, de baby's van deze tijd, die in de laatst verlichte kamer staat en kijken naar iets wat zich onttrekt, waar we, en we zijn daar getuigen van, voordat het licht uitgaat. Dat is een heel fatalistisch beeld. Waarbij de veronderstelling is dat we altijd in een verlichte kamer hebben gestaan. Dus ja, het ging allemaal helemaal goed. Ja. Maar dat het licht opeens uitgaat. Vanwege dat wij onszelf in feite kapot hebben gemaakt. Ja. Kapot geproduceerd en geconsumeerd. Ja, en dan, dat verlichtingsdenken was natuurlijk al na de Tweede Wereldoorlog al heel sterk bekritiseerd. Ja, door de kritische theorie natuurlijk. Als het ware heeft het met die neoliberale golf nog een aufschwung gehad. Ja, en het grappige is dat die Sally Rooney... Het geloof werd opnieuw gevoed, zeg maar. Ja. Van als we maar hard werken... Exact. Dan wordt dat zie jij ook zo. Ja, ik zelf ben altijd wat cultuurkritischer geweest. Okay, Maar ik weet wel dat ik verbaasd was over dat het vooruitgangsgeloof nog eigenlijk zo keihard was. Ja, in de jaren 80 en 90 ook. Toen ik studeerde, toen kreeg dat eigenlijk weer een nieuwe draai. Ja, terwijl er toen al alarmerende rapporten, de Club van Rome, werd al gewaarschuwd voor dat de grenzen aan de groei zijn. Er waren al andere geluiden, maar die klonken niet hard genoeg door. Men ging gewoon door op diezelfde weg van de natuur... ondergeschikt maken voor de productie, het de master of the universe willen zijn, het lot in eigen handen kunnen nemen. Ja. En ook die belofte van, en dan komt het allemaal goed. Ja. Technologie. Ja, ja. Waarom nam je dit boek? Dus wat, waarom, want je hebt er een heel mooi essay over geschreven, maar wat was, waarom je dit... Ik heb altijd al zelf mijn twijfels gehad over die moderniteit met die, met die valse beloftes van dat het alleen maar beter gaat. En nu vooruit, we kennen ook politieke partijen die daar heel erg in geloven. En voor mij was het een zoektocht ook naar, wie zijn hier nu moderniteitscritici in deze tijd? En dan viel mij op dat met name mijn millennials, waar die niet uitgaan van dat het automatisch maar beter gaat, daar heel veel kritiek te vinden valt. Maar het is ook niet voor niets dat heel veel jonge mensen ook als het gaat om politieke keuzes, vrij radicale keuzes gaan maken. Je ziet het marxisme weer opkomen. Nou, Sally Rooney heeft ook heel veel met marxistische ideeën. Dus ja, dus ik heb haar... haar boek toen gevonden, prachtige wereld, waarbij dacht ik, daar zit dat verlangen in naar schoonheid. Ja, en in dat. In, want in, ik heb en dus, mijn bonusdochter, van Ewald Engelen, mijn man, die had daar ook op gewezen. Dus toen dacht ik, nou, dat ga ik. En dat is ook een typische millennial. Ja, denk het wel. En wat is nu in dat boek, wat gebeurt daar nu? Want er wordt een antwoord gezocht op die vraag, prachtige wereld, waar ben je? Ja. Ja, en dat zijn vier hoofdpersonen. Ja. Drie zijn atheïst en één is gelovig. Katholiek, ook gaat ook elke zondag naar de mis. Die wordt ook een beetje gezien als, als toch wel een beetje de gek, de idioot. En, maar ze hebben ook wel weer bewondering voor hem, want hij schijnt toch wel een centraal principe te hebben waar zijn leven om draait, namelijk God. En dat vinden ze ook wel weer interessant. Maar zij zoeken naar... iets wat bijna gewoon traditie kan worden genoemd. Kijk, Edna O'Brien, de Ierse schrijfster, die had het over de bevrijding van de meisjes die naar de stad gingen. Alles als je bevrijd wilde worden, als je geëmancipeerd wilde worden, als je vooruit wilde gaan, dan ging je naar de stad. Deze hoofdpersonen van Sally Rooney gaan juist naar het platteland. Ze gaan naar een leegstaande parochie en vinden elkaar eigenlijk in het vasthouden van elkaar, de relaties met elkaar, bijna traditioneel van trouwen en kinderen krijgen. Daarin vinden zij echt de zorg voor elkaar als betekenisgevend in deze wereld. Maar Sally Rooney zegt daarbij iets opmerkelijks. Ze zegt, ja, eigenlijk kan dat toch nooit helemaal de betekenis zijn van deze wereld. Want we zijn niet alleen maar met elkaar. Als we nou eenmaal gezellig samen een relatie hebben, dat maakt de wereld nog niet mooier.
Want ondertussen is er allemaal plastic en is er een fossiele brandstof. Ja, want het is een terugtrekking. Dit is een terugtrekking. Eigenlijk een wereldverzaking. En nog steeds de vraag, ook al vind je de liefde bij elkaar, maar wat is nog steeds, dan is nog steeds de vraag niet beantwoord. Waarom, waarheen, waarvoor? Dus dat blijft in de lucht hangen. En het gekke is dat die Simon, dat is de katholieke Simon, politiek actief bij een linkse politieke partij, die daarvan zeggen ze van misschien is het toch wel God die de basisprincipe van ons leven is, namelijk liefde. Maar ze maakt niet die geloofstap, dat doet ze niet. Maar ze heeft wel veel bewondering voor Jezus, dat de anderen beginnen daarover. Maar in een Iers land, in het Ierse land, het is ja. Natuurlijk... Alles wat maar met religieuze taal te maken heeft, bevrijding, verlossing, genade, dat wederopstanding, alles is giftig. Ja. Want de katholieke kerk daar heeft zich natuurlijk volkomen misdragen. Dus alles daar, dat niet die kant op gaan. Religie is giftig. Ja. Ja, er is dus eigenlijk geen antwoord meer bij de religie. In die kant vinden ze spannend. Ja. Ja. Maar ze verlangen er wel naar. Ja. Maar ik begrijp dat dus die verschillende personen in dat boek eigenlijk zoeken naar een principe voor hun leven, hoe ze moeten leven. Ja. Maar het lijkt alsof alleen die Simon dat heeft gevonden. Of als het meest inspirerende voorbeeld. Ja. Maar is dan de boodschap van het boek dat we weer terug moeten naar de religie? Nou, ze maakte. Het is eigenlijk. Zoals ik het noem, het is eigenlijk een soort parabel. Maar de vraag is: ze maakt hem niet af. Dus ze geeft niet uiteindelijk het antwoord. Mm-hmm. Ze geeft wel aan dat we ook de taal niet lijken te hebben om ons verlangen nog uit te kunnen drukken. En dat heeft ook weer alles te maken met dat alles geïnstrumentaliseerd is. Mm-hmm. Ook onze taal is vooral ook heel erg gericht op. Op die nuts, dat nutsdenken. Mm-hmm. We praten bijna allemaal LinkedIn-taal, heeft Lieke Marsman, de poëet van Nederland, wel eens gezegd. In onze podcast trouwens, van alles te waarde. Dus we missen de taal om ook die verlangens van wat we missen in deze moderne samenleving, om dat goed te kunnen verwoorden. Om ook daardoor misschien wel weer nieuwe ideeën en nieuwe wegen te vinden. Voor een uitweg uit de pathologieën van de moderniteit. Maar vinden ze nu een antwoord op die vraag van prachtige wereld, waar ben je? Nou, op dit moment is hij niet, behalve dan dat ze zegt, hij is prachtig zolang jij bij me bent. Dus zolang de ander bij de hoofdpersoon is. Dus als de geliefden bij elkaar zijn, is de prachtige wereld er. En dat herkennen we denk ik allemaal. Ja, nou, de vraag is ook dus wat schoonheid daar is. Dus want we denken vaak dat het iets is wat we zelf moeten maken en realiseren. Ja. Terwijl ik begrijp ook uit je verhaal dat juist er gezocht wordt naar iets wat zich openbaart. Dus wat anders dan dat we de greep op het ware en het schone hebben. Ja. Ja, in die e-mail. Volgens mij is dat precies wat jou aanspreekt. Ja, zeker. Want wij zijn natuurlijk langzamerhand in, door ook het verlichtingsdenken. Ja. De reden, dat is de bron van kennis en de natuur. En als wij dingen kunnen meten, en meten is weten. Ja. En waarbij alles wat we niet kunnen pakken, kunnen grijpen, kunnen maken. Ja, dan is het er in principe niet. Of dan onttrekt het zich aan onze zintuigen. En als je daar dan wel over spreekt, over dat transcendente, dan wordt het gezien als, nou ja, dat is zweverig. Of ja, wat hebben we daar eigenlijk mee? Mm-hmm. Maar het gekke is, en dat vind je ook wel in dat boek en ook wel elders in de moderne literatuur, is dat er toch een sterk, een diep verlangen bij mensen zit bij perfecte schoonheid, perfect rechtvaardigheid, vrede en liefde. Max Horkheimer heeft het ook over die zeenzoek. Ja, de filosoof van de filosoof, kritische ook een, school. Ook een kritische school. Dus die heeft het ook over dat wat, en dat noemt hij religie. Mm-hmm. Terwijl hij is een marxist, dus zou niet echt iemand zijn die heel makkelijk naar verwijst. Maar hij doet het wel. En dat verlangen,
naar die perfecte liefde en schoonheid, dat lijkt wel een soort heimwee te zijn, alsof we het ooit hebben gekend. Want hoe kunnen we het anders weten wat perfecte liefde is? Maar we hebben daar toch kennelijk een idee bij. En dat is niet te verklaren waarom we dat hebben. Ja, je zou allerlei er zijn allerlei theorieën over hoe je dat evolutionair misschien zou kunnen verklaren of niet. Maar ik vind dat in ieder geval een boeiend gegeven dat wij die zeenzucht hebben. Ja, dat doet me denken aan een verhaal wat ik van de week las van herten die in de tijd van het ijzeren gordijn niet verder konden omdat ze dan geëlektrocuteerd werden. En nu dat ijzeren gordijn weg is, dat ze het generaties lang nog doorgeven van moeder op kind dat ze voor dat hek moeten. Ach, ja. Ja, maar ja. Goed, hier alleen is het juist iets positiefs. Een herinnering die doorgegeven wordt. Ja, ja. Ja, ja, iets wat in, lijkt in ons ingebakken te zijn. En wat je niet helemaal kan verklaren waarom je dat verlangen hebt. En dat we daar ook dus een bepaald beeld bij hebben. Ja, herken jij niet ook dat veel dat die zeenzucht die we hebben. En dat als we dat zouden omarmen wat meer. Dat we dan veel dichterbij zouden kunnen komen bij die waarden die we verloren zijn door dat nutsdenken. Dat we ook dingen kunnen aanschouwen vanwege de schoonheid dat zich aan ons openbaart zonder dat we het willen grijpen, iets anders van willen maken of willen tot nut willen brengen. Ja. Ja, ik herken dat wel voor mezelf. En tegelijkertijd lijkt het iets nostalgisch of iets sentimenteels, zeg maar. Iets waar je niet te veel aan moet toegeven. Ja, als we daar niet aan zouden toegeven, wat we heel lang hebben geprobeerd. Ja. Door juist zo heel instrumenteel mensen te reduceren tot die homo economicus. Wat je ziet is dat het op een of andere manier dan toch zorgt ook voor burn-out. Voor het gevoel van vervreemding. Dat je eigenlijk niet meer weet, waarom ben ik hier eigenlijk? En wat is mijn verhouding tot de ander? Is dat mijn concurrent? Mm-hmm. Of is het iemand waar ik me aan vast kan houden? Dat we samen het heden, het verleden en de toekomst kunnen delen. Een soort gevoel van gemeenschap. Op zoek naar die verbindende liefde en schoonheid, wat ontstaat ook tussen mensen en dus ook met de natuur. Mm-hmm. Ik denk dat dat een pad is die kan zorgen voor een veel duurzamer leven, omdat je je meer onderdeel uitwaant van iets wat, of waant is een verkeerd woord, maar onderdeel voelt uitmaken van iets wat groter is dan jijzelf. En dat maakt je nederiger, bescheidener. Maar misschien maak je te snel de stappen, hoor. Ja, nee, ik ben nog over die zeenzucht aan het nadenken. Ja. Want ja, dat is natuurlijk een vaag, onbestemd gevoel misschien. Of bedoel je iets anders? Nou, ik denk dat het een vaag gevoel is. Of zo. Ja, maar ja, het lijkt wel. Het lijkt daar wel. Want er mist iets in mijn leven. Er mist iets. En er mist ook een richting of in waarom ik dit doe. En, en het antwoord is dan ook dat er iets groters is waarin je opgaat. Ja, en dat kan de gemeenschap zijn. Hè. Dat is ook niet voor niets, denk ik, dat als je nu kijkt ook naar waar politici het over hebben. Die hebben het over gemeenschapszin. Als je kijkt naar hoe de overheid ook probeert om dat gevoel van samen. Hè, samen tegen corona. Ja. Dus dan wordt een soort totalitair beleid gemaakt, waardoor het gevoel ontstaat. Oh, wij zijn opeens samen. Terwijl iedereen voelt zich nog steeds heel erg individueel. Er is eigenlijk niets meer wat ons samen bindt, waardoor die vervreemding toeneemt, terwijl we wel dat verlangen hebben om samen te zijn. En zouden die jongeren, dus ook de jongeren in dit tijdschrift, want ik zit even met die vraag die je ook aan mij stelt, van voel je dat? Ja. Ik denk, het zou kunnen dat ik nog net van een generatie ben. Ik ben bijvoorbeeld in de katholieke traditie opgegroeid. En ik zat ook op een school, een katholieke school. Dat ik voelde me nog onderdeel van de gemeenschap. Ja. Maar het zou kunnen dat mijn kinderen, die typische millennials zijn, of tenminste uit die generatie, dat die meer dat gevoel hebben wat je beschrijft. Losgeslagener. Ja, kijk, we hebben natuurlijk geen zuilen meer. Ja. En voor heel veel mensen wordt dat gezien ook als een bevrijding. Omdat je daardoor niet meer ook mensen uitsluit. En dat moet je ook niet willen, want dat moet ook inderdaad altijd inclusief blijven. Maar we zijn ook wel groepsdieren. We willen ook wel graag ergens bij horen. En als je zo een gevoel hebt dat je in een wereld staat waarin je vooral in concurrentie bent met elkaar. Mm-hmm. En je jezelf aan je haren uit het moeras moet zien te trekken. Met verbeter-apps en psychotherapie. Ja, ja. En je leven moet er perfect uitzien. Al die druk.
Dan kan ik mij voorstellen dat je je volledig losgeslagen voelt. En dan wordt bijvoorbeeld individuele identiteit, wat je nu ook heel erg ziet in die identiteitspolitiek, wordt heel erg belangrijk. Daar ontleen je eigenlijk je betekenis bijna aan. Terwijl we, denk ik, als we liefde en inclusiviteit echt willen ervaren, dan gaat dat natuurlijk ook juist over dat je eigen individu ontstijgt. En dat je iets doet voor het geheel. Waardoor ook dat duurzame denken en dat je ook voorbij je eigen zorg durft te denken zelfs, veel meer in het verschiet ligt. Maar hoe moet ik dat zien, Marianne? Want je zegt, die identiteiten zijn ook voor die jongste generatie steeds belangrijker geworden. Maar was het dan niet zo dat we vroeger ook allerlei identiteiten hadden? Ik bedoel, dus voor de secularisatie was je protestant of katholiek of iets anders. Of ja, maar liberaal of socialist. Ja, maar het is heel erg individualistisch. Ja? Het is heel erg op het ego zelf gericht. En wordt dan naar de kleine verschillen gekeken. Tussen al die individuen. En er zit los zand tussen. En ik wil dat niet verheerlijken, want daar zaten ook heel veel nadelen aan. Maar een zuil had... Daar zaten principes, bepaalde ideeën, ideologie. Mm-hmm. Dat was meer dan alleen maar jijzelf. Jij maakte een onderdeel uit van een bepaalde levenswijze. En ook waar men in geloofde of waar men in ieder geval voor zich voor inzette. Je had ook een gemeenschappelijke deler. Ja. En dat mist natuurlijk in deze sterk geïndividualiseerde wereld, mist dat vaak. En als dus de vraag is van hoe we uit deze mes komen, is dat dan niet eenvoudig van we moeten weer leren als gemeenschapswezens te leven? Dus ons als gemeenschapswezen weer uitvinden? Ja, dat denk ik wel. Mm-hmm. Van de gemeenschap naar het individu in plaats van andersom. Dus dat we wat meer collectiever gaan nadenken. Je ziet dat bijvoorbeeld in de klimaatbeweging, zie je dat ook al gebeuren. Mm-hmm. Je ziet daar een hele grote saamhorigheid ontstaan, wat de verschillen ook zijn. Je ziet daar iemand met een driedelig pak naast een typische activist op de A12 staan. Dat geeft een gemeenschappelijk doel. We zijn samen, maken we ons zorgen over de aarde. Sterker nog, er is grote klimaatangst. Je ziet ook daar rituelen ontstaan. Dat mensen elkaar met liederen ook moed in praten of zingen. Maar is dat het heruitvinden van gemeenschappelijk doel? Je ziet alleen, maar ik bedoel daarmee te zeggen, en dat zie je ook als het gaat om nationalistisch populisme, zie je ook dat daar wordt gezocht naar iets wat gemeenschappelijk is. Dat kan de Nederlandse identiteit zijn bijvoorbeeld. Dus je ziet alweer dat men op zoek is daarnaar. Alleen, het is nog... wat wij verloren zijn is eigenlijk, maar waar halen wij waarheid vandaan? Waar halen wij die principes vandaan? Wat is waar? Wat is onze moraliteit? En waar is de bron daarvan? En daarin kan de theologie een rol in spelen. Van oké, waar komt het vandaan? Is het eigenlijk alleen maar iets subjectiefs en tussen je oren? Of kan het ook iets zijn wat zich aan je openbaart? Dat vanuit de natuur, vanuit misschien wel een goddelijk wezen. Dat zijn vragen die heel moeilijk zijn voor heel veel, omdat ze dat te vaag vinden. Ja. Ja, maar wij blijven... Kijk, het gekke is namelijk is dat we van deze wereld zelf, het instrumentele reden en die hele verlichting, daar hebben we een religie van gemaakt. We zitten vast in eigenlijk al een seculiere religie. Ja, er is geen betere wereld dan deze. Ja. Nou, die prachtige wereld is er niet. Maar dus, het is een religie zonder gemeenschap eigenlijk. Ja, maar wel met heel veel negatieve gevolgen. Ja. Maar nog even, want naar die gemeenschap, want ik denk nu bijvoorbeeld aan de coronatijd, maar ook naar allerlei leuzen van politieke partijen. Hè, van we gaan het samen doen. Ja. En in de corona, het begin van de coronatijd was dat ook heel sterk. Van we gaan samen dat virus verslaan. Dus er was een heel sterk appel op de gemeenschap. Ja, en we zijn verder uit elkaar geknald. Dus waar we in feite dus een gemeenschappelijk doel hadden. Maar daar zie je eigenlijk dat dat niet hetgeen is wat bepalend is om zo'n gemeenschapsgevoel te hebben. Nee, want dat leek heel sentimenteel als het ware. Ja, want wat zien wij nu, denk je? Wat zie jij nu na die coronaperiode? Is er meer saamhorigheid of juist minder? Ik heb niet het gevoel dat er meer saamhorigheid is. Wel op, misschien er zijn natuurlijk wel ook uit de coronaperiode allerlei nieuwe verbanden ontstaan. Ja. Waar dat wel ervaren wordt. Of waar in elk geval dat daarnaar gehunkerd wordt. Maar
Ik noem dat voorbeeld van corona omdat ik daar het gevoel had dat er een soort valse gemeenschap werd geschapen. Dus er werd wel een appel gedaan op onze heimwee daarnaar. De zeenzocht van jou. Maar het was een schijnconstructie. Ja, zeker. En het had ook heel veel neoliberaals in zich. Mm-hmm. Het was toch uiteindelijk ook weer de bescherming van de economie. Want daar, met name het grootbedrijf. Mm-hmm. En dus daar vond ik niet echt dat er dan ook meteen gekeken werd naar... maar hoe kan zoiets ontstaan, zo'n corona-epidemie bijvoorbeeld... of zo'n pandemie, hè? Een pandemie moeten we zeggen. Dus die hele mondialiseringsdrift... en wat ook weer heel erg gedreven is door die produceren en consumeren... Daar werd helemaal niet aan geraakt eigenlijk, aan die discussie daarover. Dus dan blijf je eigenlijk in diezelfde tredmolen... en hetzelfde neoliberale denken. Mm-hmm. En systeemkritiek, daar heb je soms de blik van buiten voor nodig om te zien waar we in zitten. En dat kan dus ook het Bijbelse narratief zijn. Omdat daar, als je dat leest, staat veel meer in het teken van gemeenschapszin. Gaat echt over dat we een gedeelde toekomst hebben met elkaar. En dat is eigenlijk iets wat gewoon interessant is. Omdat er tegenover te stellen, zodat je misschien iets kan leren over waar wij in terecht zijn gekomen. Ja, religie of religaren, dat betekent verbinden, toch? Nou, ik dacht dat religie, dus religaren, van het Latijnse religere of religare, verbinden betekent. Heel, ja, ik heb alleen geen Latijn gedaan, wel Grieks. Dus Maar op welke manier... Want ik denk, als ik aan christendom denk en aan religies, dan denk ik ook aan juist een soort vlucht vanuit de wereld. Oh, naar het individuele en naar het spirituele. Nou, vooral het escapisme, ergens in de hemel, daar wordt het allemaal leuk. En deze aarde... Terwijl jij iets heel anders benadrukt daarvan. Dus eigenlijk het lijkt alsof religie een terugtrekking dus uit die wereld is. In je eigen bubbel, in je eigen... Nou, misschien wat je beschrijft in dat essay van... over dat boek van Sally Rooney. Waar ze in hun met elkaar in een kerkje op het platteland gaan zitten. Ja. Dat is niet wat je bedoelt volgens mij. Nee, zeker niet. Sterker nog, ik vind dat christelijke kerken... ook heel veel kenmerken hebben van het neoliberalisme. Het gaat heel erg over het individuele zielenheil. Het gaat ook over winnaars en losers. Vaak ook van degene die er wel bij horen, degene die er niet bij horen. Jij bent wel in de waarheid, jij niet in de waarheid. Dat heb je ook, dat soort dingen heb je ook. Dus hoe ik dat uitsluit en het heel erg op gaat om je eigen toekomst veiligstellen. Als ik het heel gechargeerd zeg. Dus ik zie daar ook weer dat heel sterke individualistische. Maar er is ook een maar. Je ziet ook tegelijkertijd in die kerkgemeenschappen dat er ook nog een fundament is waar gelukkig daardoor nog hele mooie dingen ontstaan. Namelijk zorg voor je naasten, zorg voor de armen. Dat zit er nog steeds heel erg ingebakken. En dat biedt kansen ook, denk ik, vanuit het... Een Bijbelse narratief om te kijken van oké, wat was nou ook weer die gemeenschapszin? En hoe verhoudt bijvoorbeeld dat christelijk geloof tot die pathologieën die we hebben in de moderne tijd? Namelijk de natuur die eraan gaat. Wat volgens christelijk denken ben je in feite een deel van Gods schepping kapot aan het maken. Terwijl dat heilig is verklaard. Want God zag dat het goed was. Ja. Nou, dat soort dingen. Daar kan ik niet bij. Dat christenen eigenlijk bij hebben gedragen aan die onderdrukking van de natuur, het uitbuiten van de natuur. En dus eigenlijk gewoon mee zijn gegaan in dat hele kapitalistische denken. Een deel is het vanuit het christendom ook gelegitimeerd. Ja, de mensen als ze, dat denken ze. Ja. Ja. Dus jij wil iets uit die christelijke traditie naar voren halen wat we eigenlijk vergeten zijn. Ja, want het Hebreeuwse levensstijl was heel erg communautair. Het was samen. Er was een enorme democratie. Daar kunnen we heel veel van leren. En er zit een plan in dat alles hier op deze aarde weer heel wordt. Dus we gaan niet ergens naar een hemel toe. Mm-hmm. Deze aarde heel en vernieuwt en wordt heel. Dat betekent dus dat je ook in je politieke, christelijke leven zorg draagt dat je voor die aarde waar je ook bestemt wat jouw bestemming is. Hebben we het
dus daar inderdaad religie voor nodig? Of christendom? Of zou dat ook op een andere manier kunnen? Ja, ik heb hier de eerste, allereerste keer dat ik hier sprak met... dus voor de Nieuwe Wereld was met Thijs Leister. En dat ging toen over de commons. Waar je vast wel eens van gehoord hebt. Dus de, ook als alternatief voor het kapitalisme. En daar ging het over dus een andere manier van waarde scheppen. Ja. He, dus waar we nu via de kapitalistische wijze denken dat we waarde moeten scheppen. Dat daar het veel meer gaat dat die waarde in begrensde gemeenschappen wordt geschapen. En dan kun je aan van alles denken. Voedsel, energie, onderwijs, ja. Zorg. Ja. Maar daar zit geen, niet per se een religieuze gedachte bij. Nee, en dat komt omdat daar nog steeds, denk ik, het geloof in zit. Is dat de mens in feite zichzelf telkens opnieuw kan, ook, kan verbeteren, ook als soort. Mm-hmm. En daardoor uiteindelijk naar de utopische wereld kan bewegen door zichzelf. Terwijl ik vind dat wij maar wat aanrommelen, ook na al die duizenden jaren, dat wij telkens opnieuw wel persoonlijk veel leren, maar als soort. Ik vind niet dat wij echt heel erg aan het vooruit gaan zijn. Sterker nog, ik vind dat we heel veel dingen juist verloren hebben. Ja, vergeet. Dus ik vind dat een heel optimistische gedachte. Dat mensen zichzelf dus, als je allerlei nieuwe sociale constructies maakt, dat je daar dan in verder komt. Ik denk dat je zeker van het kapitalisme af moet. Maar zoals ook Adorno en Horkheimer, maar ook wel Wolter Benjamin. Mm-hmm. Het gekke is, in alle drie hebben ze uiteindelijk moeten concluderen dat we niet zonder religie kunnen. Dat wij, en daar bedoel ik niet mee religie wat we zelf een beetje verzinnen, maar dat we ook op zoek moeten gaan naar bronnen buiten onszelf. Om tot wijsheid, waarheid en een toekomstbeeld te kunnen schetsen. Ja, en dat is dan meer dan een filosofiebedrijf. Ja, minder dan een politiek of sociale construct. Ja, want dat gaat dan gaat het ook om dat wat de traditie die overgedragen is en die opnieuw geleerd wordt, hoe je je tot elkaar kunt verhouden. Dat zijn natuurlijk de leefregelstukken, het sociale contract, hoe je het ook zou willen noemen. Mm-hmm. Natuurlijk, maar het ontstijgt niet. De verlichtingsgedachte dat wij met onze reden in feite alles kunnen begrijpen, kunnen verklaren, kunnen modelleren en kunnen maken. Ja. Zit niet al eigenlijk... Het wonder zit er niet in, bijvoorbeeld. Ik erken dat. Maar ik denk ook, want dat zit ook in het verhaal van Rooney, hè? Er is heel veel kritiek op de kerk. Terecht. Je zou kunnen zeggen, want die kerk is eigenlijk, en dan denk ik even aan het christendom, ook al heel snel misschien gecorrumpeerd geraakt. Het werd vooral een machtsinstituut, wat die blijde boodschap, zeg maar, de verlossing, de verlossende boodschap, absoluut, juist misbruikt. Ja, onderdrukken mensen. Je zou ook de kerk kunnen zien als een soort voorstadium van het kapitalistische systeem. Nou, Max Weber heeft het natuurlijk. Terwijl dus er in de kerk ook in het christendom een bevrijdende boodschap zit. Maar die is heel diep weggestopt geraakt. Ja, terwijl de Bijbel is een boek over bevrijding, over emancipatie. Over bevrijding, over een toekomst waarin we uit deze gebroken wereld gaan komen. En dat is een boodschap die eigenlijk gewoon weggezakt is vanwege dat escapisme waar jij het over hebt. Mm-hmm. Het persoonlijke zielenheil. We gaan naar de hemel. En je moet gewoon je best doen. En dan verdien je misschien een ticket daarnaartoe. En daarnaast, een kerk kan je daar ook een beetje om bij dreigen. Dat als het niet gebeurt, dan ga je naar een hele andere nare wereld. En dat is iets wat ik niet als theoloog lees in de Bijbel. Ik zie juist die bevrijding, waar jij het over hebt, die bevrijdende boodschap. De bevrijding ook van het, van het. Ik ben het woord even kwijt. Wat een verslaving. Ja. Een verslaving aan materiële goederen. Een verslaving aan dat je eigen identiteit, vooral ook dat de ander die jou moet geven. Dus ook, maar dat je weet
dat er iets is wat onvoorwaardelijk, dat er iemand of iets is wat onvoorwaardelijk van jou houdt. En die het ook weer goed gaat maken. Ja, dat zijn woorden. Ik merk in een seculiere maatschappij als Nederland bijvoorbeeld ook. Mensen kijken mij soms echt heel glazig aan. En dat heeft denk ik te maken omdat wij zo zijn geprogrammeerd in alleen maar te spreken over dat wat we kunnen begrijpen, wat we vast mm-hmm. kunnen pakken. Mm-hmm. Maar het houdt ons in een houtgreep, denk ik. We hebben nodig dat we weer spreken over hoe kunnen wij weer het gevoel hebben dat we ontspannen en dat we kunnen zijn en het wat meer op kunnen vertrouwen en dat we meer kunnen in rust kunnen wachten en aanschouwen wat aan ons openbaart. Daar weer ogen en oren voor hebben. Ja, nee, ik voor het wonder. Ik herken wat je zegt, want ik ken ook zelf die verlegenheid, hoe cultuurkritisch ik ook vaak ben, als filosoof, maar ik ben natuurlijk ook onderdeel van deze wereld. Ja. En schoonheid en waarheid ervaren als iets wat zich aan je openbaart, dat is best lastig. Ja. Te meer daar er steeds minder schoonheid lijkt in deze wereld. Ja. Maar dat is een intrinsieke. Kijk maar eens uit de trein naar de aaneenschakeling van de bedrijfsterreinen enzovoort. Exact. En ik begrijp ook dat uit je laatste Volkskrant interview met Ewald, waar jullie beschrijven van. Of waar Ewald beschrijft dat hij van jou leerde hoe anders die naar het weiland moet kijken. Ja, met de scherpe koeien in het weiland. Dus zelfs wat we nog als mooi ervaren, zeg maar, als het een romantische wei, is eigenlijk vergiftigd, zeg maar. Ja, en dat betekent dus dat je jezelf dus voor de gek kunt houden. Door alles maar subjectief te maken en niet te erkennen dat iets bijvoorbeeld zich een eigen verhaal heeft, een eigen betekenis, een intrinsieke waarde. Bijvoorbeeld ook in zich herbergt. Het ding zelf. Dat zich aan ons openbaart. In plaats van dat we daar zelf iets van construeren. Maar wat kunnen we dan leren door bijvoorbeeld weer met nieuwe ogen die Bijbel te gaan lezen? Want je doet eigenlijk een originele move in mijn met dus om je aandacht op, dus opnieuw op de theologie en op het christendom te richten. Want we hebben ons daarvan afbewogen. Ja. Juist genoeg van die perverterende macht daarvan. En zeker. Het was een bevrijding, maar die bevrijding blijkt eigenlijk dat we nog verder gedreven worden. Het is een illusie, in die afhankelijkheid. Want we hebben gewoon nog steeds. Maar je gaat eigenlijk terug naar de bron, als het ware, om het weer heruit te vinden of wel aan te sluiten bij de traditie waar we uit voortkomen als cultuur. Maar je gaat er weer iets nieuws in lezen. Of zeggen, het was er eigenlijk al. Het was er wel. Maar alleen keken, daar waar mensen zijn en waar mensen zich gaan organiseren, ligt het totalitair handelen of het mm-hmm. onderdrukken altijd op de loer. Overal. Dus dat is iets waar wij als mens continu mee moeten blijven worstelen. Maar dat we mm-hmm. daar oog voor hebben. En dat we ook zien wanneer we eigenlijk geleefd worden in plaats mm-hmm. van dat we bevrijd zijn. Mm-hmm. Dat vermogen, dat zouden we in het onderwijs moeten hebben. Dat we goed leren mm-hmm. kijken naar, zijn wij met al die keuzevrijheid die ons wordt verkocht door het groot bedrijf. Is dat wel vrijheid? Of zijn wij niet gewoon slaaf van het groot bedrijf? Zijn wij slaaf van het positivisme? Dat je in die zin eigenlijk een beetje gedeprogrammeerd wordt, waardoor er weer ruimte komt voor andere ontologieën, of andere manieren van kijken naar de dingen om ons heen en naar onszelf. Ja, dus want dan wijs je op het onderwijs, want dat is natuurlijk de vraag van hoe kunnen we deze dit inzicht we hebben natuurlijk dat gedaan door middel van de Partij voor de Dieren. Dat was in feite al een clash met hoe wij. Een politieke partij mag nooit gaan over niet-mensen. Dat was de eerste reactie. Want dan ben je een soort verrader. Er was een clash, er waren emoties van woede. Van, oh, je vindt dieren belangrijker dan mensen. Dat is al eigenlijk een deprogrammering. Van, en toen gingen mensen nadenken van, maar wat betekent het eigenlijk als je voor dieren opkomt? Dan kom je eigenlijk gewoon op voor, dan heb je systeemkritiek. Mm-hmm. Dan kom je eigenlijk op voor alles wat leeft. Mm-hmm. En dus dat is een manier, dat had ook mm-hmm. een pedagogische functie, en nog steeds, dat het daarom ook zo heet, mm-hmm. om dat schuren
Mm-hmm. Dus dat kan in je levensstijl zitten, door anders te gaan leven, waardoor je ook een spiegel voor kan mm-hmm. houden. De dieren zelf mm-hmm. houden een spiegel ons voor, mm-hmm. doordat ze mm-hmm. op een hele andere manier leven dan wij. Ja, en in de politiek. Hopelijk komen er wat meer mensen met visie in de politiek. In plaats van dat ze proberen alleen maar het kapitalisme in stand te houden. En dan de scherpe randjes eraf te halen. Want dat is wat er nu gebeurt bij de zich progressief noemende partij. Ja, dat lijkt me best lastig. Want het gaat juist een andere kant op, lijkt het. We hebben, Klopt. Het zou kunnen dat we minder bezielde politici hebben. Dat, ja. Het begrip bezielde politiek, dat viel ook in je podcast. Dat vond ik een mooie... Met Femke Halsma. Ja. Ik vroeg me af, dus je zei, het zit in de pedagogiek ook, maar het zit dus ook in de politiek, waar we meer visie zouden moeten. Maar wat betekent dat dan, die bezielde politiek? Weet je iemand die een bezield politicus is? Dat moet je niet jezelf noemen. Nee, dat zou toch heel raar zijn. Maar je valt vast ook in het rijtje. Is Femke Halsema een bezielde politicus? Ik denk dat ik nu als eerste zou mm-hmm. zeggen, want zij heeft absoluut die ambitie om dat mm-hmm. te zijn. En ze zegt ook dat ze als burgemeester probeert om ook bezielde debatten te faciliteren, mm-hmm. daar een rol in te spelen. Dus dat is prijzenswaardig, dat vind mm-hmm. ik goed. Ik heb wel heel veel gezien, is dat zogenaamd onder het mom van constructieve oppositie, mm-hmm. dat woordje constructieve oppositie, ken je dat nog, dat ze dat heel erg noemden? Dan was je gedoogpartner of dan zorgde je dat het kabinet kon weer verder. Mm-hmm. Daarmee heb je zoveel bezieling verloren, want je hebt je idealen aan de wil gehangen. Je hebt je handen vies gemaakt, maar je staat met lege handen en je bent onderdeel van het establishment. En wat krijg je dan? Is dat dan mensen die heel graag zouden willen stemmen op een partij die zegt, weg met het neoliberalisme, mm-hmm. weg met de grote ongelijkheden, die hebben geen alternatief. Want die progressieve partijen die zeggen dat ze staan voor allerlei andere politiek-sociale mm-hmm. constructies, die werken mee. Ja, ja. Het gebeurde bij GroenLinks op een moment, maar dat is al eigenlijk vroeg in de jaren 90 volgens mij gebeurd, toen ze afzwoeren om getuigenispartij te zijn. Ja, waardoor je dus geen bezieling meer ook hebt in de politiek. Maar de gedachte daarvan was van, als we de getuigenispartij blijven, dan blijven we altijd een beetje krabbelen in de marge. Dan kunnen we nooit invloed hebben. Ja, zo'n verkeerde gedachte. Ja. Ja, even de sociale bewegingen. Maar dat is toch begrijpelijk. Als je met meer bent, kun je meer macht uitoefenen. Men denkt altijd, maar het gaat niet om macht, het gaat om invloed. Invloed is wat anders dan macht. Invloed kan je met een paar mensen, kun je enorme invloed hebben. En kan je met enorm veel bezieling, wat je niet meteen kan grijpen wat dat is. Mm-hmm. Wat je niet meteen tot nut kunt maken, mm-hmm. maar je kan zaadjes planten. En dat zie ik nu ook, na 20 jaar Partij voor de Dieren, zie ik ook dat andere partijen het liedje van de Partij voor de Dieren al mee zijn gaan neurien. Ze kennen de tekst nog niet, maar ze neurien het al een beetje mee. Dat hadden ze nooit kunnen bedenken van iets van zo raars als een Partij voor de Dieren. En dat is omdat je bent het zout mm-hmm. in die aarde, de politieke aarde daar. Dat heb je nodig. Ja, ja. Dat heb je van de aarde. Mm-hmm. Dat heb je nodig. Maar als je allemaal, zoals socioloog Willem Schinkel zegt, varianten van D66 wordt, dan creëer je en weinig keuze. Mm-hmm. En je creëert enorm veel boosheid van die mensen die het gevoel hebben dat ze niet vertegenwoordigd worden. Dat ze altijd het onderspit delven. Dat het een elitair proces is. Dat gaat over elitaire onderwerpen. Waar niet de gewone man of vrouw iets van merkt. Dat het dan het leven beter wordt. En dan krijg je nationalistisch-populistische partijen met fake oplossingen en scapegoat theorieën. En ja, dus ik denk ook dat daar een verantwoordelijkheid ligt bij progressieve partijen om niet meer mee te gaan in het narratief mm-hmm. van die neoliberalen, mm-hmm. maar een alternatief echt te presenteren. Waarbij echt inclusiviteit is. En dus die populistische partijen die je nu noemt, die zijn voor jou niet een voorbeeld van bezielde politiek. Want is dat omdat ze geen alternatief bieden?
Of? Maar ze hebben eigenlijk, het is uit, daar zit ook geen consistentheid in. Mm-hmm. Ik vind dat bezieling, daar hoort wel een verhaal bij die, waar je chocola van kan maken. Mm-hmm. Maar het is opportunistisch. Het is heel vaak heel kortzichtig. Het zijn oplossingen die niet echt perspectief lijken te bieden. Er zit vaak wel een groot verlangen in naar je eigen zeggenschap. Dus om weer bijvoorbeeld in het Nexit-model, of wat gaat het echt om zeggenschap over je eigen bestaan. Maar ze geloven er wel in. Ook een belangrijke drive bij de BBB. Zeker. Dus ik denk ook zeker dat er een duidelijke. Er is echt wel een drive. Een bevrijdingsgedachte. Zeker. Ja. Ik bedoel, als je dan weet van BBB dat die natuurlijk vooral van het kapitalistische, een groot bedrijf, geconstrueerde politieke partij is, dan kijk je wel twee keer nog een keertje ernaar. Ja. Maar goed, er zit bij Caroline van der Plas natuurlijk iets van authenticiteit in. Waardoor mensen ook het gevoel hebben, hey, die is niet van het establishment. Maar je zegt de Partij voor de Dieren heeft bijvoorbeeld systeemkritiek en dat hebben deze partijen niet. Nee. Maar hebben weet je dat heel zeker? Dus nou ja, waarom is dit geen systeemkritiek? Het enige wat je wel ziet bijvoorbeeld bij nationalistische, populistische partijen of rechtsextremisten of hoe je ze ook zou willen noemen, zoals de PVV bijvoorbeeld, die is heel erg eurokritisch. Maar goed, daar. Wat zij heel erg makkelijk doen is niet zozeer het systeem bekritiseren. Want als je kijkt naar hun stemgedrag, dan zijn ze het systeem alleen maar aan het bevestigen. Mm-hmm. En aan het faciliteren dat het nog steeds een verzorgingsstaat voor multinationals is. Mm-hmm. Maar in hun ideeën zit het vooral in van nou heel makkelijk aangeven wie de schuld is van de ellende van de gewone burger. Mm-hmm. Dus dat vind ik niet echt een systeemkritiek. Ik vind wel dat ze kritisch zijn naar bijvoorbeeld vrijhandelsverdragen. Daar zag ik wel vaak dat de PVV meeging in tegen TTIP bijvoorbeeld. Mm-hmm, mm-hmm. En tegen het Europese project van vrijhandel. Ja. Maar ik heb daar ook vaak heel veel opportunisme gezien. Dat ze zagen dat daar een behoorlijke groep mensen ook een uitlaatklep vonden om tegen Den Haag te zijn of tegen Brussel, dat ze zich daar dan gewoon bij gingen scharen. En zou je dan zeggen van dat ze terecht protesteren, maar dat ze in feite dat de analyse te oppervlakkig is? Zijn er boze burgers en boeren. Mm-hmm. Dat is terecht. En de Partij voor de Dieren komt ook uit de boze burgerbeweging. Zo zou je dat kunnen zeggen. Want het is een schande wat het kapitalisme of wat dat neoliberale gedachtegoed van al die traditionele politieke partijen aan gedrochten heeft geproduceerd. Mm-hmm. Ten koste van kwetsbare mensen en dieren en de natuur. Dus ja, die boosheid, die voel ik heel erg met ze mee. Ja. Alleen, wat je dan nu ook ziet, en dat vind ik wel een spannende, is dat de Partij voor de Dieren moet oppassen om niet ook een onderdeel te worden van het establishment. Door zich. Want zij horen ook bij die tegenbeweging. Mm-hmm. Van het moet anders. Mm-hmm. En systeemkritiek. Ook al kunnen die burgers dat niet helemaal goed voor. Misschien soms altijd goed verwoorden. Ja. Maar ze voelen aan hun water dat het systeem niet deugt. In ieder geval ten koste gaat van hun. En dat moeten politici weten te verwoorden op een verstandige manier. Ja. Die aansluit. Maar hoe weet je dan dat. Je kunt natuurlijk op verschillende manieren systeemkritiek hebben. Je kunt tegen het neoliberalisme zijn, maar wat daarvoor in de plaats moet komen, is nog niet helder. Zeg maar. Nee, omdat men nog steeds beweert dat we in het beste van alle mogelijke werelden leven. Dus als je dat probleem niet ziet, komt er ook geen oplossing. Ja. Je bedoelt die populistische partijen, die houden nog wel vast aan die droom. Die zien eigenlijk niet zoals in dat essay van het vooruitgang. Dat de belofte eigenlijk echt niet kan. Maar hopen dat die alsnog kan. Ja. Als we maar bijvoorbeeld op onszelf of onze eigen munt hebben. Als we economische groei door eigen munt te hebben. Ja. Door vooral handelsprotectie. Dat soort dingen. Ja. Dat is gewoon kapitalisme, maar dan nationalistisch. We zijn aan het slot. Wil je nog iets kwijt? Want je hebt al heel veel gezegd. Ja.
Zou ik nog wat willen zeggen? Nee, volgens mij hebben we hulvuldig laten passeren. Ja, ja, ik was aanvankelijk, dacht ik van, jeetje, ik heb zoveel te vragen. Maar volgens mij hebben we, wat ik in elk geval graag had willen naar voren brengen, is het allemaal aan de orde gekomen. Ja, ja. Voel jij je niet soms ook dat gevoel van, dat de wereld te weinig in de spiegel kijkt. Dat het te weinig kritiek heeft op al die dingen die we vanzelfsprekend aannemen als soort natuurverschijnselen zijn. Terwijl dat keuzes zijn. Heb je dat niet ook? Ik ben niet voor niets filosoof geworden of filosofie gaan studeren. Want dat komt juist voort uit dat onbehagen. Ja. Van dat het verhaal van hoe je moet leven en hoe onze samenleving georganiseerd is. En dat we vooruit gaan. Dat ik daaraan twijfelde. Ja. Daarom heb ik je ook uitgenodigd. Omdat ik denk van... Ja. Marianne Thieme, die is ook bezig met die vraag. En die heeft een spoor van antwoord daarop. Nou ja, in ieder geval kunnen we dat samen verder onderzoeken. En ik hoop ook dat ook de mensen die dit hebben gekeken, dat je toch probeert om elkaar daarin ook te gaan vinden. En dat we misschien daardoor ook samen een nieuw verhaal, een nieuw narratief kunnen ontdekken. En dat zou mooi zijn voor die nieuwe wereld. Hè? Ja, dat lijkt me een goed begin voor het vervolg. Ja, precies. Heel erg bedankt, Marianne. Dankjewel, Martijntje.